Ik ben Wien van der Plas. Ik ben Jan van de Meulengraaf. Ik ben Ad van Meurs. Ik ben Harry van Dijk. Ik ben Wil van der Heijden. Ik ben Johan Schoenmakers. Nou, mijn naam is Wout Hazenberg. Ik ben Piet Snijders. Mijn naam is Jan Verhagen. Ik ben Jan Sporenberg. Ik ben Jan Penenburg. In de oorlog heet ik Greetje Adelaars. Ik ben Riet van den Braak. Ik ben Toos van Almeide, Baaiens. Jean Domps eigenlijk, mevrouw Van Rooij. Kort na de oorlog, dus de bevrijding, kwamen er dus treinen door Boksel met Engelse militairen. Daar stonden, die gooiden chocola, sigaretten. En er stonden dus vrouwen en meisjes, allemaal met een schort. Er stonden zelfs ook wat mannen bij die speciale schort aan hadden gedaan. Om makkelijker die spullen op te vangen. De Duitsers zijn weg. En dan de gedeelte van de Boksenbevalling loopt te plunderen. Want zo noem ik het gewoon. Het was gewoon plunderen wat ze deden. Bezette gebouwen, de Duitsers bezet waren geweest, daar werd geplunderd. Wat de bezettingsleger zat, daar namen ze alle keukengerei en alles namen ze mee. En toen kwam Klaas Dekker op een gegeven moment tevoorschijn. En die sprak die mensen aan op een manier, ja, ik heb niet veel meegemaakt, maar... En zegt tegen mensen, het spullen terug, alles neerzetten, wegwezen hier. En op een niet te zuinige manier ging dat, hoor. Dat ging echt een beetje met grof geweld, waar iedereen van schrok. Wij hadden geen boeken, er was geen krant, er was geen radio, er was geen tekenmateriaal. Ik kan me niet herinneren dat ik in die periode tussen mijn zevende, achtste jaar tot mijn twaalfde, dat wij ooit binnen zaten met een boek of tekende of met blokken bouwden of een mechanodoos hadden. Dat was er allemaal niet. We waren altijd buiten. We konden niet naar de stad gaan. Dat was allemaal kapot en de bioscopen waren gesloten. Je kon toch nergens naartoe, hè? En dan moest je zelf iets praktiseren natuurlijk. Het kwam wel eens voor dat we wisten waar koekjes te krijgen waren. En die waren uit de Engelse rantsoenen, maar die stonden wel in de Boerenbond. Werden niet bewaakt, want je kon er zo naar binnen lopen en uiteindelijk, slim als we waren, hebben we wel ene op wacht gezet en andere twee naar binnen om een kistje van die koekjes te jatten. En die waren heerlijk, want die waren gevuld. Aan het einde van de oorlog werd er in Duitsland een heel bijzonder wapen ontwikkeld en dat was de V1. Dat was een zware bom die door middel van een straalmotor de lucht in werd geschoten. Die kon je dus van veraf al aan horen komen. En dat was een beetje een pruttelend, zwaar geluid. Mijn vader zei tegen ons, jongens, als je zo'n V1 hoort aankomen, plat op de grond gaan liggen op de plek buiten huizen, zo ver mogelijk van huis af, ga daar maar liggen. Dan heb je kans dat je het zoveel mogelijk overleeft. Daarna hadden ze een superwapen ontwikkeld. En dat was een echte raket die dus vanuit een staande positie of schuine positie het luchtruim in werd geschoten. En dan, zeg maar, met een geleiding daarin op een plek in Engeland of in Antwerpen weer terecht moest komen. Maar ook die hadden hun gebreken natuurlijk, die projectielen. De V2 is toen gevallen, vlak achter ons eigenlijk, waren 9 mensen overleden. En, dat was zo'n geweld, dat de ramen er allemaal uitsprongen. Wij waren op weg naar school, mijn zus en ik. En we waren daar een 800 meter af en we hoorden een klap. In een grote stofwolk. En maar ja, we zagen nog geen erg in.
Maar er kwamen mee mensen toe en die namen ons mee. We waren vrij, wie denkt er dan nog aan in een bom? In één keer lag alles onder het glas, pannen van het dak. Al wat er aan de muur hing, was wel niet zo heel veel, maar was er afgevallen. En ja, er brak paniek uit eigenlijk. Ik ben naar die wei gelopen en daar heb ik zo gelegen, dat weet ik van het stof. Maar wat er gebeurd was, dat weet ik niet. De bom heb ik ook niet gehoord, want het moet zo'n knal zijn geweest. Maar ik zat nog vol glas hier en in mijn hoofd en overal glas scherven. Want heel Boksel zat met allemaal overal, hè, hier een heel dorp. En het was echt gruwelijk koud. En om dus een beetje warmte te hebben en een beetje eten klaar te kunnen maken, had men dus kolen of hout nodig. Kolen waren er niet meer. En heeft toen vaak onderdelen van het huis afgebroken om te kunnen stoken, bomen omgezaagd die langs de wegen stonden. Een hemd, daar moest je een week mee doen, soms wel eens 14 dagen, want je had er maar één. En dan moest je moeder aan het eind van de week snel het hemd wassen en de onderbroeken. En dan kreeg je dat, zeg maar, nadat je in de tel geweest was, kreeg je dat dan weer schoon aan. Maar er was geen zeep, zowel geen handzeep om jezelf te wassen, als ook geen zeep om de kleren te wassen. Ja, er was een soort namaakzeep, surrogaatzeep, en dat heette kleizeep. Die was ook werkelijk van klei gemaakt, maar hij schuimde niet. Het gevolg van die beperking in zowel ondergoed als het niet goed kunnen wassen, was wel dat er gekke ziektes ontstonden. En het was ook al in, laten we zeggen, 43, 44 zo, dat bijna iedereen luizen had. Zowel hoofdluizen als lichaamsluizen. Een andere heel vervelende ziekte direct na de oorlog was de schurft die iedereen had. Schurft zijn kleine wormpjes die dus in de huid kruipen en dan op een paar millimeter verderop in de boven komen. Je zit dus met een boogje onder je huid en het jeukt verschrikkelijk. Wij waren niet de enige die schurft hadden. Heel Boksel had schurft. En dat betekende dat je met z'n allen hier naar stapelen kwam en er stonden een paar mensen, stonden met een grote pot met een of ander middel, witte, net dikke witte verf, die verschrikkelijk stonk. En dan met zo'n grote verfkwast werd je van boven tot onder in alle lichaamsdelen ingesmeerd. En dan moest je dat laten drogen, je kleren eroveraan weer aantrekken en dan terug naar huis. En dat moest dan minstens een nacht of een paar nachten nog en dagen blijven zitten. De Duitsers hadden als bevoorrading liggen voor hun troepen die hier natuurlijk in Ursula zaten. Ja, en die hebben dat natuurlijk niet ergens niet in het gebouw willen hebben, die hebben het natuurlijk buiten het gebouw gedaan. Maar nooit, zover als ik weet, nooit gebruikt, want ik heb al die dingen alleen maar op. En wij kwamen er bij de kerk en bij de pastorie, we waren er regelmatig. En toen we de Duitsers wegtrokken, toen hebben ze die dingen opengebroken. En toen bleek er al munitie en dingen rotzooi in te zitten. En die hebben die jongens toen eruit gehaald. Er lag echt veel oorlogsmateriaal in, ook die metalen kistjes. Waar die riemen met kogels in lagen en die grote hulzen. Gevonden kogels die we tussen de bankschroef zetten en de punt eraf haalden met de nijptang. Nou, daar zat kruid in en dat siste zo lekker als je dat achter elkaar legde en luzie verder aan. Dan ging dat weg. Kogels in de kop eraf gedrukt en dan de kruid in een potje aangezocht. Dat hebben we wel gedaan hoor. Er zijn ook genoeg hulzen gevonden die eigenlijk nog gewoon projectielen waren. Waar ze mensen zelf de punt vanaf haalden en dan kruid eruit schieten. En dan het slaggoedje dus proberen onveilig te maken of eruit te halen. Dat spul, die granaten, die hulzen en dat kruid lag open en bloot opgeslagen af en toe bij dat Ursula-klooster.
En er was niks leukers dan om met dat kruid te spelen. Dat waren staafjes kruid, dat leek op spaghetti, van die staafjes spaghetti. Die kon je aansteken met een sigaret of een lucifer en dan brandde dat langzaam op. Dat ontplofte dus niet, brandde langzaam op. Alleen in een opgesloten ruimte ontplofte dat spul. Het was natuurlijk verschrikkelijk leuk spul, want we begonnen met van die melkblikjes waar die gecondenseerde melk in zat, ongeveer zo groot, zo hoog. En dat kon je dan vullen, zo'n blikje met stukjes kruid die wij afbraken. En dan één pijpje kruid boven door zo'n gaatje aansteken, wegwezen en dan plofte dat blikje uit elkaar. En ook benzineblikken, lege benzineblikken. Die vierkante, had eerst een Gerritensmis open, maar die vierkante dunnere blikken, daar zat zo'n opertje in. En er zat altijd nog wel een klein beetje benzine in. En dat liefst werd er aan, voem! We hebben ook wel eens een jongen inderdaad in de fik gehad, dat was in de winter met sneeuw. En die hebben door de sneeuw moeten rollen om de vlammen uit te krijgen. De Duitsers hadden een tankmijnenveld aangelegd. Je hebt landmijnen en je hebt tankmijnen. En een landmijn is een voetdruk voldoende, maar een tankmijn, daar moet, zou ik noem maar iets, plus minus 50 of 60 kilo overheen gaan, wil je afgaan. En die hadden een strook tankmijnen neergelegd vanaf het waterschapgebouw, dwars door die weilanden, door oost heen, naar het zwembad, dat oude Leijsewerm. Het openluchtzwembad, na de bevrijding, werden daar mijnen zeg maar opgeslagen. En die lagen toch wel anderhalve meter hoog en toch wel anderhalve meter dik, dus het waren er nogal wat. Die ontplofte pas als er iets zwaars, dus een tank, overheen reed. Maar zij maakten de fout om met die dingen te gaan gooien op enige afstand. Of je die mijn door nou opgegooid hebben of dat die druk op een gegeven moment door al die mijnen te zwaar was, dan weet ik wel, één klap is er. Zijn er misschien 60, 50, 60 mijnen in één keer afgegaan. Wij waren hartstikke blij, toen waren we bevrijd. Wij waren bevrijd, maar het noorden nog niet. Boven de rivier was er, hè? Die waren nog niet bevrijd. Dus wij waren wel bevrijd, maar hun hebben de hongerwinter nog meegemaakt. Die aten bloembollen van de honger. Er werden heel veel mensen naar Siberië gestuurd, hè? Ja. Ik heb een schoonzus die ook Duits is. Maar die vader is ook nog weggemoeten. Waarom, dat weet ik ook niet. Want hij was een Duitser, maar die is ook in Siberië geweest. Maar die hebben ze doodverklaard. En die moeder is toen getrouwd met een ander. En die had een zoon van een jongen van een jaar of 8 of 10. En laat die vader nou toch thuiskomen, terugkomen. En zij was ook Duitser natuurlijk, die moeder. Maar ja, toen moest ze kiezen. Of met die man waar ze eerst, maar ja, die is jaren is hij weggebleven en ineens komt hij niet terug. En ze hadden hem doodverklaard, ze hadden een verklaring gegeven dat hij overleden was. Dus hij wist niet beter dat hij was overleden. En dus is hij toch maar teruggegaan naar Duitsland. Dan ze had gekozen voor die man waar ze nou mee getrouwd was. Na de bevrijding, toen werden wij uitgenodigd door de nonnen van Ursuline. En die zochten dan de meisjes uit, die dus ze dachten dat verzoenlijke meisjes waren, zeiden ze. En die mochten dan met de Engelsen komen dansen. Je kon niet openbaar, kon je niet gaan dansen of zo. Je kon niet feesten, alleen hebben het kumke, hebben wij dan gewoon één keer in de 14 dagen gewoon gedanst, maar daar had niemand last van, daar merkte ze niks van. Ik heb trouwens toen niet meegedaan, want ik had toen een vriendje en ik ging veel liever naar mijn eigen vriendje. En mijn zusjes die gingen allemaal naar de nonnen te dansen. Toen de mensen hoorden dat de pastoor van Bezouw terug was van het kamp, was de hele klus zelfs één groot feestwende, de vlaggen uit en bloemen en versieringen, want de pastoor was teruggegaan. Het feit was dat hij dus zat met een kerk zonder kerkklokken. En toen is door de Boksche bevolking is gezegd, er wordt één keer gecollecteerd voor een nieuwe klok in de Peterskerk. Dus je wordt er niet meer voor lastiggevallen één keer. En in één collectie is zoveel geld bij elkaar gebracht dat er 4 nieuwe klokken konden worden gekocht. Hoe hij terugkijkt op de oorlogsjaren is niet als een... als een vervelende periode. Ik zag wel ooit de angst bij mijn vader en moeder. Dat wel, maar als kind besefte we dat niet zo.
En er was iedere dag wel iets nieuws. En het waren voor ons allemaal avonturen. Het waren allemaal kleine dingetjes. Maar ja, nee, wij beseften eigenlijk niet zo dat er oorlog was. Als ik met mijn kleinkinderen praat, dan zeggen ze altijd, oma, vertel nog eens van de oorlog, want daar weten wij niks van. En dat vinden ze altijd heel fijn om daar van alles van te horen. Want op school leren ze het niet. Die oorlog was heel, heel avontuurlijk voor ons. 8 jaar, van 8 tot 12, 4 jaar tijd. Het heeft wel 20 jaar geduurd voor ons gevoel. We hebben zoveel meegemaakt aan spannende nieuwe dingen, ook aan angstige dingen. Aan telkens nieuwe zaken die we nog nooit gezien hadden. Terugdenkend realiseer ik me dat het in onze buurt een heel complexe toestand was. Daar was activiteit van de ondergrondse. Daar bij ons op de boerderij zat de keuken van het Duitse front. Er was zwarte handel. Er werd clandestien gedorsen, er werd clandestien geslacht, noem maar op. En dat vond ik wel heel apart. Er zat een NSB'er in de buurt. Ik ben nu 84 jaar. Moet ik kan het niet loslaten, kijken op televisie, op internet naar zaken uit die tijd. Als ik nu een DC-3 hoor die ik overal uithaal, nou, dan ren ik naar buiten en dan kijk ik wat ik... En dan gaan mijn gedachten terug naar de oorlog, omdat dat de machines waren die wij graag zagen. Achteraf denk je, hé, het is maar goed geweest dat ik dat meegemaakt heb. Nou kan ik ergens anders beter tegen. Of nou kan ik ergens veel meer van genieten dan anders. Dus ik vind, ook als je als kind moeilijke dingen meemaakt, dat heeft zijn taak, zijn betekenis, ook in het vervolg. Dat is nooit erg van lange duur. Ik denk dat je erdoor gevormd wordt en dat je sterk en lief van kunt worden. Ja, dat denk ik. Toen wij ons bewust werden wat er in Duitsland in de concentratiekampen gebeurd was, toen waren we zo ontredderd dat zoiets had kunnen gebeuren. En we begonnen terug te horen van mensen die dus ook uit Boksel daar naartoe gegaan zijn. Ja, dat maakte zo'n verschrikkelijke diepe indruk, dat vergeet je nooit van je leven. Europa, dat wordt steeds groter en steeds veiliger en steeds minder oorlog. We zijn het toch wel een beetje met elkaar eens schijnbaar hier in Europa. Al zijn er natuurlijk ook dingen waar je het nooit over eens wordt, maar dat is zo'n verschil in of je er oorlog over voert of dat je erover praat. Wat voor mij belangrijk was, is dat je zegt van nou, zo'n complexe situatie, zo dingen die op het eerste oog helemaal niet kunnen, hè, een NSB'er en ondergrondse, bij wijze van spreken in hetzelfde straatje, en geen verraad, geen toestand. Mijn moeder, die fungeerde als steun en toeverlaat voor volwassen Duitse kerels die helemaal geen oorlog wilden, die gewoon dienstplichtig hier neergezet waren en die geen contact meer hadden met vrouwen en kinderen. Die hele complexiteit, die geeft, en dat vind ik het belangrijke ervan, die geeft een veel genuanceerder beeld als ja, elke Duitser is slecht. Nee, niet elke Duitser is slecht. En elke NSB'er is een verrader. Nee, niet elke NSB'er is een verrader. Het ligt veel complexer. En het knappe van mijn buurt vind ik dat men dat kon, dat opgelost werd.